wat heb je gekeken aan het programma, hè? Hier. Ja, dit is de kans, hè? Dit is de kans. APK die keur. Tot augustus. Zit je familie van elkaar? Ja, ja. Dan komen hier langs gewandeld. Als we. Maar die zitten ook net als mee in de zorg, hè. Jan Helmerijkers, hè. Ja, die ken ik, hè. Want zit je in de zorg? Nee, die mensen zitten in de zorg. Ja, ik al jaren. Zit in, ja, nee, ik al jaren. Van gekregen, hè? Nee, dat is Bloontje. En ik kwam vanmorgen het eerder met de CR. Ik wist dat ik er kwam, hè. Dus, toen nee, ik heb Omroep Maxi gehad, hè. Die willen... Omroep Max? Max, kent je die toch zeker, hè? Ja, ja, we zien meer voor een wat jonger publiek. Ja? Oh, ja. Goed zo, daar ga ik zitten. Nee, maar heb je toevallig geluk. Maar wat is het verhaal van het uiteke? Dat is een heel sterk verhaal. De is van 70, hè. Triumph kende iedereen, hè. Dat zijn twee Pruusjes. Die begonnen in Engeland met de tractors, hè. Twee Pruusjes? Ja, ja, serieus? Zijn, ja, ja. Ja, ik ben altijd serieus. Oh, dus dat komt eigenlijk van Triumph? Triumph, ja. Dat is het Duitse woord Triumph? Van de EK, waar dat dik zat, hè. En dan zijn ze met auto's begonnen en die maken nog motors, hè. Ja. En dit... Dan is het een zeldzame. Want hij had een stuur links. Ja, die gingen in boksen, gingen die de wereld over. En dat wordt gemaakt voor Milaan, voor de autorij. De Pininfarina net had ontworpen, hè. Gewoon eenmalig ontwerp. Pininfarina? Ja, of ze gaat anders. Ja. Zeg maar op Google. Hij had er verstand van. Maar, ja, dat moest ze hebben, hè. En dat wordt de eerste gezinsauto van Triumph, hè. Er zitten hartstollen dagen op, dat ligt altijd binnen hier. Hè. Oh, ik doe oma in de skibox. Er zitten gaten in de vloer, hè, voor de regen. Origineel, hè. Engels klimaat gemaakt, je moet de regen droed kennen. Hè. Ja, ik heb het pas gerestaureerd. Ja, dat is te zien. Ja, dat moet zo. Gans gerestaureerd, ja. Dat moet zo zijn. Het is wel een beetje een hippie auto, hè? Met ja, we vragen of ik uit Cuba kom. Hè. Ik wou net zeggen. Ja, ik ben in de jaren 60 blijven hangen, een beetje. Hè. Heb ik kerken blijven meestal in mijn vragenavond. Sterf. Firma De Heus, die bellen mij op als ze scheep kunnen. Dus ik maal elke dag nog. Hè. Morgen is weg, vandaag mag zo'n 7 of te koop van een euro. Maar altijd ben ik gestoond, van Alfruiken geweest? Nee, niks. Ik ben er van geweest, is dat van de kolonel. Ja, want hoe kom je er dan aan? Gewoon gepensioneerd, 6 jaar geleden. Ik moest het dat is British Racing Green, hè. Ja, ja. Hij moest niet blinken. Hij moest cabrio zijn. En ik vond geen, hè. Alles afgestreukt. Wild Triumph, Spitfire, de Veer, de 6. En toen zitten we op het terras, bij de stad zitten. Vriendin van de vrouw. Ja, die lopen altijd met de laptop, hè. Ik zeg, zeug eens op, draai een verrel. De twee hadden wat erop stond, hè. Telefoonnummer bij je neem meegeven. Ik zeg, bel er op. Opgebeld of een zitter doet. Ja, ik heb hem nog, hè. Oh, ik zeg, ben niet morgen door. Hoe kun je zo? Ja, ik zeg, ben ik verzusteren, hè. Maar ik woon in Heel. Daar heb ik gevochten met de jongens, hè, op de Beterhei. Dat was een militair oefengebied, hè. Er stonden twee oude tanks en daar hebben ze met flesjes opgegooid en dan. Ik ben er een verzamelaar zitten, dat is midden in het veldje, met een schuur. Zo groot wie dat. Er stonden er wel 50, hè. Tractors en messersmietjes en die Izetters. En daar stond hij ook bij? Ja, we hebben er 3 aan de kant moeten duwen, hè. Gewoon een beetje genomen. Ik zeg, start per jaar, zitten. En toen van Nijmegen die hier gereden. En start er nu nog? Ja, daar zit je even duw. Ik rijd elke dag in. Ja? Ja, elke dag. Of het nu regent of niet. Moet ik dat geluiden? Ja, dat hij er eerder een dag mee rijdt. Hoe moet ik anders zien? Kom ik gewoon in? Ja? Zeker. Ja, ik hoef er zo maar te starten. Gekeurd dan al? Onder 2 jaar. Ik heb hem tot 27 augustus, dus dat is goed. Maar wat doet je nou als het regent? Want ja, nee, dat regent. Ik het helder, dan gaat het allemaal even begeren. Oh ja, 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 ja. En ja. Ik weet niet hoeveel een stop leeg te staan. Dus oh ja, en daar zit een witte kap bij, zie ik. Nee, dat is rotzooi. Moet ik ook erbij komen, er zit een bevertje. Ik zie dat die dingen liefst speulen bij aan. Moet hij elke dag die bek zuiver maken. Bevers? Ja, er zitten bevers. Zitten hier bevers? Ja. Weet zo niet veel, hè. Nou ja. Dan geeft je gans Limburg aan, dat weet niks. Ja, die vreten ze op met achter. En dan drieven die tegen de koos heen gaan.
Ah, zo. En ze zijn om met die handpompen bezig, alles het kanaal in te spuiten. Kijk wat er lukt. Je kan het malen. Dat gewenst zich achter weer op te soepen. En dan gaan we eraf. Kunt je malen? Ja, vandaag niet. Dat lukt niet helemaal. Maar dat is de denklijzer daar. Wat ben ik ook al iets schuldig? Ja, dat is een beursbieding. Schaal. Dat is een beetje afgewezen. Wat is de schade tot nu toe? 1 euro. Nee. Ik moet wel een beetje op mijn beurt komen passen. Ik heb een enige zak in de zee, ja. Mia. Ik heb 15 jaar in Beegden aan de wijnmuren gezeten. En die woonde een beroepsmolenaar met 2 dochters. Die zitten in de ijskelder mee, die zitten op kamertjes. En die stond niks toen ik kwam, 4 jaar geleden. Ik ben een verzamelaar. Zou je ze niet zeggen? Nee, ja, vissers, jagers en... En is dit verzameling of is het de koop? Ja, ik heb net die 2 varkens kunnen verkopen, maar ik heb hier in zijn bochten staan. Bijna alles te koop. Ah, oké. En hier ook. 1 kaart voor 50 cent en 3 voor 2 euro. Geen geld. Dat trappen er ook in, hè. Serieus? Moet het ook. Oh shit, dat was maar 1 euro. Het enigste zakkenmuseum ter wereld, hè. Het zakkenmuseum? Ja. Ik heb die zakken gevonden. Papa van Nieuw-Guinea. Zit gewoon niks meer, hè. Is van Nederland. Biedt weg. Is boete Limburg toch, of ja, niet? Ja. Zuid-Afrika, Argentinië, Burundi, Rusland. Daar heb je allemaal zakken van? Alles waar olie in zat. Kom hier, hè. 1253 stond je al in de meulen. En de oliewerk, dat stond hier dan ook. Hè. Daar ligt nog 1 steen van boet. Dit is ook een oliemeulenke. Hé, hey, maar hij stond dus helemaal niks. Dus in 4 jaar tijd... Heb ik dat idee gehad. En de lui die brengen, die denken dat je een kringloopwinkel hebt. Hè. Ja, je verkoopt wel af en toe, je hebt maar dit geer. Hé, hey, maar wat doet je dan de ganse dag? Ja, maar... Ja, goed, lekker, ja, ik heb vanmorgen op het kerkhof gesoffeld en heel. En smiddags kom ik hier goed rusten. Wat is er op het kerkhof dan? Soffelen. Oh, schoefelen. Met een veren soffelen, ja. Dat vind ik een interessante foto. Met de pater erop. De pater met de politiemotors. Ja, ja. Wat huurt over een verhaal bij? Daar woonde die schoen hier tegenover. Hè. En dan komt een of andere fiets rond langs. En dan moet die politie's houten aan de weg vrije. En hij heeft toch nooit het te doen. En mocht er dan op zijn peurtje gewoon van de wielrenners, ja, dan koos de pater hem de nodige geestelijke, ja, bijstand verleend. Ik koos hem direct de laatste sacramenten geven. Nee, maar dan hoor ik nog een bier uit toen. Nee? Nee, ik zeg hier 3 koppen steen, godsgegoten, dreef werk. Ja, dat is maar een eerste negri, hè. Vroeger worden van de abdij, hè, van de abdissen in Toer. Worden de meulen. Die houden het toen te zeggen, hè. Ah, en dan wonen bandmeulen. De boeren worden verpleegd om hier te komen malen. Hè. En ze kregen dan, ja, dat is wel mut roggen of mut tarwe. En meestal nodig maïskneus of tarwe. Hè. Dan heb ik 50 kilo op 10 minuten, als ik maal. Dan kan er rustig binnenkomen. Oh, ja, prima. Dat is schön gemaakt. Wanneer kom ik? Ja, ik ben moe hier, hè. Dat is 5 o'clock. Dat is Duits. 5 uur ben ik hier. Alles klaar. Ja, schön. Tjus. Ja, die kunnen spul verkopen. Die moet je 3 kaarten voor 2 euro hebben? Nee, jong, die heeft een trompeetje verroest aan de bosmolen. Hè. Ja. En in Frankfurt, dat mijn het huis verkocht. Ja. De bosmolenplaats kent ze daar. Ja. In huisje staan. En dan zit hij met heel veel kunstwerken en muziekinstrumenten. Want die dacht dat ik alleen dingen kocht. Dat ik echt, oh, zeg, ik ben Müller. Dit is Swamagetta. Zamloem. Ja, dit moet ik gewoon, MP3, hè. Ik kan boven kijken. Ik heb een doedelzak gemaakt, ik heb een driehoorn gemaakt. Waar komen we nou hier? We gaan nu naar de Beelzolder. Hier is het zakkenmuseum en Oostboeren geweest. Ah, hier is het zakkenmuseum. Ja, hier, dat is zeldzaam, hè. Nu ik het 45 Texas, hè. Nou, de oorlog mogen we geen mijlen. Dan komen de zak met mijl uit Amerika. Met de schepen met, hè. Ja, dat is een zak van 70 jaar oud. Ja, als je goed kunt rekenen, wel. Dat is dus echt een oude zak. Ja. Allemaal niet. Niks als oude zak. Nee, daarom is het toch een museum, hè. Nee, alleen wat niet leeg.
Nee, dat is voor de boekweit, voor de Bokes Kook. Bokes Kook, hè. Dat zijn die pitjes, boekweit, hè. Ja. De slechters die doen het in de Balkenbrie. En die hebben steen en billen, hè. Och, kijk wat leuk. Och, dat is leuk. Ja, dan vroeg die kinderen hoe dat rondje erin komt, hè. En ze helder lup. En dan lukt er zo wat met, hè. Ja, doe lukt er niet. Ja, maar het is warm, hè. Het is te warm. Ja, nee, het gebeurt. Nee, de heer heeft zijn billenstreutje, hè. En als je kinderen vertelt, dit is een billenhamer. Ja, die weet je toch niet. Hè. En de stenen moet gebild worden, hè. Anders kun je ze niet malen. Nee, dat wordt. Vlak. En dan moet ik met een hamer. En een heel billenstrutje, dan woonde de biller. En dan ging met fiets, ging de alle meulens aan. Ik kreeg er 24 cent per steen. Per steen? En dan worden we binnen de middag mee bezig. Goeiendag. En voor welke tijd praten we dan? Ja, 1900. Goeiendag. Eerder. En hebben ze door het billenstreutje genomen. Hier maal ik op. Je kunt het ding in, hè. Kan ik regelen en dan klapt het hier tegenop. En veel steeds getraind, hè. En hier gaat het museum of eigenlijk? Hier gaat het zakkenmuseum. Ja, dat moet toch. Ja, je moet dat mensen je leven regelen. Hé, hey, en als is dat rondleiding op afspraak? Of gewoon wie mensen langskomen? Of als... Ik ben elke middag hier en komen er bijvoorbeeld... Ik heb een meidje gehad, die Duits zingen song, die komt binnenkort bij Holland Got Talent. En die heeft in Ghana de clip opgenomen. En de vorige week heeft ze hier de hoes gemaakt voor de clip. Had je morgen een 40 collega. En die kunt hier nog spelen? Ja, dat heb ik gezegd. Hè. Ik zeg, dat moet zeker een keer komen. Nee, maar ik heb een zonde gedacht, ik heb 200 mannen. Hangen een beurtje boete met zelfbediening. Dan zit ik op de bank. Binnenkort 13 man, familie daar. Dus eigenlijk zit je heel dik jurig. Heel dik. Heel dik. En die gaat in de borst zitten. Magneetvestje, hè. Kent ze ook, hè. Magneetvestje? Magneetvestje. In plaats van engelke magneten en toon. En dan? Hier hebben verkeersborden, fietsen vreemd. Trouwens, alle ijsroutes bij. Kijk wat die kinderen eruit hebben gehad. Die kinderen dat die muisjes zich op hebben gehangen.